laatste unboxing van de 5 days of unboxings. Jullie hebben al gezien wat er aan zit te komen. Ik ga hem hier heel eventjes. Ik heb plastic er al afgehaald omdat ik was weer vergeten om op de opnameknop te drukken. Want ik ben dom. Maar in ieder geval, het is tijd voor de grand finale van de 5 days of unboxing. Ik hoop in ieder geval dat jullie een hele leuke Sinterklaasavond hebben gehad. Mochten jullie dit iets laten kijken. En mocht Sinterklaasavond nog voor jullie beginnen. En hebben jullie dus ook gelijk al op deze video. Hoop dat jullie een hele fijne Sinterklaasavond hebben. En ook al is de intro een kerstdeuntje. Nogmaals excuses, maar ik vond het gewoon een heel erg leuk idee. Dus ik wil eventjes voorzichtig te kijken. Is er een manier waarop dat ik deze doos open kan maken. Zonder hem te moeten schermen. Ik zie hier inderdaad wel een opening zitten. Dus ik denk dat we hier... Ik zal hem eventjes hier voor de grote camera neerzetten. Dit zit ik hier zo. Dat klinkt wel niet goed. Oh boy. En je moet hem zo openen. Oh boy. Zonder. Nou ja, aan de andere kant heb je hem nog zitten zo. Zelfde die kantje, gelukkig maar. Weer een Pokéball tin, hè? Alleen dit is de goede Pokéball tin. Deze is ook zelfs groter. Echt, ik vind deze doos vind ik echt geweldig. Maar nogmaals, je kunt niet alles onthouden. Nou, je kunt wel veel proberen te onthouden, maar je kunt niet alles bewaren. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk om dat te zeggen. Zoals dat jullie kunnen zien. Oh, kijk hier, dat beeldje dat is echt zo mooi. De promokaarten, Pika Shield, Energy Evolution. Ik weet dat, Ivini heeft natuurlijk altijd al de Energy Evolution gehad en de Quick Draw natuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn, de afbeelding van dat, de afbeelding van die Eevee-kaart is apart, laat ik het zo zeggen. Ik vind hem zelf dingen wel leuk. Maar nogmaals, hij is heel erg apart. En dan ben ik dus heel erg blij. Het staat er echt zo mooi bij me hier te kijken. Kijk hoe blij dat Eevee is. Allemaal sparkeltjes, Energy Evolution. Als hij een energy krijgt, kan hij gelijk evolueren. In een van zijn evoluties ligt het natuurlijk aan welke energie dat je eraan geeft. Maar deze is zo mooi. Oh, Pikachu, dan ben je zo blij. Natuurlijk zou Pikachu ook heel eventjes wat screentijd geven. Vooruit dan. Nou, hier heb je de Pikachu. De Pokémon can be paralyzed. Pikachu Shield. Vind ik Eevee praktischer. Zelfs al als je gaat kijken naar competitive. Sorry voor de Pikachu fans jongens, maar ik ben echt 100% team Eevee. Daarom heet ik ook trainer Stevie. Maar als je dus gaat kijken, zelfs in battle perspective. Eevee is beter. Sorry, just saying. Goed, nou aangezien dat nou alle Pikachu fans al gelijk op dislike hebben gedrukt. Of al gelijk hebben gezegd zo van, zoek het uit, ik ben klaar met de video. Kijk dan nou eens heel eventjes naar dit mooie beeldje hier. Oh, dit is zo mooi. Pikachu heeft een... Ik hou hem gewoon eventjes zo. Dus dat ziet er iets beter uit. Pikachu natuurlijk die vanaf een boom springt. En Eevee die dan hierachter door het gras heen. En dat moet ik zeggen. Het ziet er echt heel mooi uit. Ik draai toch heel eventjes rond. Zodat jullie toch even alles kunnen zien. De boom heel mooi gedetailleerd. Alles heeft een heel mooi detail. En ziet er ook heel erg mooi uit. En het voelt ook niet fragile aan. Soms heb je wel eens van die beeldjes. Jackson zegt van, ik moet uitkijken met het oortje. Maar de oortjes, het is van een soort van verhard plastic. Dus het voelt een beetje rubberig-achtig aan. Waardoor dat het niet snel af zal breken. Dus een heel mooi beeldje. Dit gaat echt zeker bij mij op de kast. Ja, maar dan heb je ook Pikachu op je kast. Ik weet het. Maar... is dat alles wat er dan in zit? Want ja, we hebben de Pokéball. We hebben de vervloekte Pokéballdoos hebben we gedaan op dag 3. Maar kijk maar naar deze Pokéball. Kijk eens heel goed eventjes naar deze Pokéball. Deze is sowieso al een stuk groter dan de tinnen Pokéball die we hebben gehad. En op het moment dat we deze openmaken, tenminste. Heel voorzichtig. Kun je dus zien dat aan de binnenkant er ruimte is gemaakt om dus een deck zelf te plaatsen. Op het moment dat je dus een gigantische stapel kaarten hebt. Nou, ik heb hier al eventjes bijvoorbeeld een paar kaarten van de vorige unboxing. Kun je die gewoon hier inzetten en hoef je niet bang te zijn dat die kaarten verbogen of iets zullen worden. Omdat er een speciale ruimte voor gemaakt is. Zeker heel erg mooi gemaakt. Ik bedoel echt, dit is geweldig. Ik vind deze echt heel erg mooi. Oké, hij sluit misschien een beetje anders dan de andere. Voelt een beetje awkward aan. Made in China. Net zoals de andere. Gaatjes aan de onderkant. Gaatjes aan de bovenkant. Waardoor dat het dus een goede doorstroming is. En dat ze dus niet krom gaan trekken. Want dan heb je ook nog wel eens een keertje als het dus te veel luchtvochtigheid is. Of je hebt... ik weet niet wat ik zeg. Ik vind luchtgaatjes belangrijk. Ventilatie is heel erg belangrijk. Maar goed. Hoe zit het met de pakjes? Nou, we hebben hier ook al gelijk een Lost Thunder. Nog een Lost Thunder. Celestial Storm. Burning Shadows. En... dus... sorry. Heel flauw. Ik zie hier ook al gelijk eigenlijk onze codekaart liggen.
Dus die leg ik heel eventjes hier aan de kant. Dus, en dan zie je hier ook wel dat het een beetje de bovenkantjes een beetje even rond en een paar rond. Dus dat vind ik wel een beetje. Maar het is in ieder geval 1000 keer beter dan de tinnen doos van dag 3. Heb je die video niet gezien? Ik zie eerst heel eventjes naar dag 3 en... Ja, goed. In ieder geval wat ik wel heel jammer vind is, we hebben dan een Celestial Storm en we hebben een Burning Shadows. Maar we hebben dus helaas geen Ultra Prism. Maar we hebben dus wel Lost Thunder. Dus we gaan beginnen met een Steel Siege en dan een Lost Thunder. En we eindigen met een Lost Thunder, want dat is de nieuwste set zoals dat jullie weten. Dus laten we eerst eens heel even kijken, wat heeft Steel Siege die we niet meer kunnen gebruiken? Ik bedoel, hier kan ik nog wel mee leven. Ik bedoel, het is nog steeds oude meuk, wat dus niet meer in Standard gespeeld kan worden. Want echt heel Sun and Moon. Of heel X&I is er op het moment dus uit. Begrijpelijk, want het is al zo lang. En Standard is volgens mij een jaar, of misschien zelfs tot 2 jaar toe. En jullie zagen de kookkaas helaas spoilers. Maar ja, ik bedoel, van 5 pakjes als er maar 1 ding. Oké, het hoort niet. Het is nog steeds foei stout. Want je brengt iets nieuws op de markt. Maar hier kan ik dan nog wel een beetje mee leven. Ik bedoel, serieus, die tinnen kan echt niet. En ik denk nog steeds, kom nou. Goed, nou. We hebben een Ambipom, we hebben een Flaffy, we hebben een Fletchinder. We hebben hier trouwens de Pokémon-kaarten natuurlijk liggen, hè? Dus die liggen ook mooi in beeld. We hebben een Nosepass, we hebben een Seedot, we hebben een Clouncer, we hebben een Burmite, we hebben een Chimchar, we hebben een Reversed Hollow Ninja Boy. En die was heel erg populair in de X&I tijd en begin van Sun and Moon. Zo! De doos begint goed. Deze doos die begint heel goed. Ondanks dat het outdated is, zijn er nog heel veel mensen die Mega Gardevoir echt helemaal geweldig vinden. En die hier nog steeds naar op zoek zijn. Dus dit is zeker een hele mooie kaart om te poelen. Mega Gardevoir EX. De Spare Ray 110. Ik heb deze best wel vaak online gebruikt. Moet ik heel eerlijk bekennen. En ja... Weet je wel... Ja, dus, het was best wel een leuk deck. Want ja, er waren maar heel weinig Pokémon die over de 160 HP hadden. 170 waren er sommige, maar je had genoeg mogelijkheden om die te one-shotten met zo'n Gardevoir. Ik moet zeggen, de andere vond ik wel fijner. Die rekenen namelijk naar hoeveel energie dat, ja eigenlijk hoeveel fairy energie dat je in het spel had, geloof ik, in totaal of hoeveel fairy energie. Iets in die trend en dat dan keer 30, dus dat ging nogal. De hard bovenop. Een beetje hetzelfde als de Gardevoir GX die je op het moment een beetje hebt. Maar goed, we hebben dus een geweldige pool. Gelijk een hele goede beginning. We beginnen nu met Lost Thunder. Ik weet niet wie zo schattig. Appeltjes Groen. Grovyle. Custom Catcher. Fairy Jar. Pineco. Eevee! Wow! Alles is Eevee. Ja, nee, ik roep jou niet Eevee. Eevee. Eevee, met lief. Hi Eevee. Ja, je brengt altijd geluk. Ja, je krijgt dadelijk wel een dikke knuffel, hoor. Brackish, Vino 6 Creepy. Durant. Ik dacht wel even dat dat onze Reverse Holo is. Mareep. Hier hebben we onze Reverse Holo. Kof. Ik kan het echt niet uitspreken. Kofagrigas. Kofagrigas. Houdoom. Houdoom als onze regulier. Oké, nou ja, regulier hoort er ook tussen te zitten. Dat is nu zo'n groot probleem. Enig nadeel wat ik wel op het moment een beetje heb, is Celestial Storm. Ja, ik weet dat er heel veel goede kaarten in zitten. Heel veel andere Pokémon in zitten waar heel veel mensen natuurlijk heel erg veel fan van zijn. Oh, bijna spoiler. Eevee, nee. Eevee, je krijgt zo je aandacht. Even geduld. Goed zo. Zit dat trouwens klaar in. Die is ook nieuwsgierig natuurlijk wat er gebeurt allemaal. Die wil dat ook allemaal natuurlijk weten. Goed. We hebben Staal Energie. We hebben Lantern. We hebben de Switch. We hebben Loudred. We hebben Trico. Gulpin. Whismur. Blair. Oh nee, wacht. Het is Perplex. Shuppet. In een andere serie dat doet hij Blair. Dat vind ik wel grappig. Sneasel. Trico. Reverse Holo. Die gaat weer veel te snel. En een Grumpig. Regular Rare. We begonnen sterk, maar we lopen nu een beetje in een scissor. En daar ben ik niet echt blij mee. Dus, en dan bedoel ik niet scissor of de awesome Pokémon. Maar dan bedoel ik echt dat het nou een scissor is van de special cards. Dus het is tijd voor verandering. Mogen wij
een hele leuke special card nu hebben. Een special René card misschien. Fairy Energy. Metapod. Bodybuilding Dumbbells. Dumbbells. Rhydon. Wimpspot. Meowth. Magic card! Da-da-da-da-da-da! Eevee and Carp! Yay! Grogunk. Pikachu! Nou, vooruit dan, we leggen dan Pikachu, leggen we dan hier ook wel bij. Waarom ook niet? Nou, Pikachu, breng jij geluk! Reverse Holo Buffalant. Electrive. Oh boy. Dat is niet zo mooi, dit. Dat is niet hoe. Dat is niet hoe. Nee, Pikachu zouden we hier laten. Is de Steam Seat het enige waar we iets moois uit vallen? Of gaan we hier ook iets vinden? Spannende muziek, die speelt al. Ik heb daar ook een heleboel rotzooi op te ruimen. Let's go. Ik zie al heel positief. Dit pakje kan gewoon niet misgaan. Tenminste, I hope so. Vier pakjes. Of vier pakjes. Vier zo. Darkness Energy. Hitmantel. Magearna. Fairy Charm. Eevee! Brockish. Kijk dan voor dit. Durant. Marine. Reverse Holo Marini. Mew. I'm out. Nee. Bah. Geen Wheeltanks. Nee. Although, moet ik wel heel eerlijk zeggen, qua pols, helaas niet zoveel geluk gehad. Ik bedoel, iedere doorsnee verkoper of unboxer of iemand die pakjes geeft, heeft zoiets van, ja, Eevee is heel erg leuk, maar we willen natuurlijk wel leuke pols uit pakjes. Ik heb hier niet heel erg veel geluk mee gehad. Ja, granted, ik heb inderdaad weer wat Eevees kunnen poelen. Daar ben ik heel erg blij mee. Natuurlijk. Maar qua bols, Mega Gardevoir als enige. Ja, best wel jammer, heel eerlijk gezegd. Maar nogmaals, er zit een geweldig beeldje bij. En dat was het mij al waard. En natuurlijk de Eevee promo, die is het mij net zo goed waard. Dus al in al moet ik zeggen, ik vind dit een geweldige doos. En ik hoop natuurlijk dat jullie met jullie Pokéball meer geluk hebben dan als dat ik heb. Want op het moment, ja, ik zeg heel eerlijk, ik heb niet echt heel erg veel geluk gehad met wat wij in onze Pokéball hebben gehad. Maar nogmaals, zoals ik jullie al heb verteld, als je dus al die kaarten bij elkaar gaat pakken, eventjes dit allemaal zo bij elkaar. Magikarp, Pikachu, de Eevee zie je ook even apart in verband met, die stap ik natuurlijk in de map. Maar als je dus al deze kaarten zo bij elkaar niet zo hebt, of er nou sleeves om zitten of niet, je kunt ze allemaal heel erg veilig in deze tinnen doos stoppen. Doe ik het eventjes goed even in de camera. Je kunt ze allemaal er zo in zetten. Maakt niet uit als ze een beetje schuin zitten. Zorg ervoor dat je ze schuin overheen doet. En je kaarten zijn veilig. We hebben een heel pakketje hier nu ondertussen. Die andere tindoos. In ieder geval, dit waren dus de 5 days of unboxing. Ik hoop dat jullie deze heel erg leuk hebben gevonden. Natuurlijk zijn er ook nog livestreams gaande. Daar kun je me natuurlijk altijd op vinden op Twitch. Wil je zelf ook een keertje naar René Cards toe? Link staat in de beschrijving. Adres van René staat natuurlijk in de beschrijving. Wil je daar een keertje naartoe gaan? Wil je daar een keertje je deck uitproberen? Noem maar op. En je zet de camera aan. Alles is daar mogelijk. Misschien kom ik jullie daar nog een keertje tegen. Lijkt me natuurlijk heel erg leuk. En vooral nog steeds, ik hoop dat jullie een hele leuke Sinterklaasavond hebben gehad. En kijk je dit later, op naar de kerst! Doei! Natuurlijk laat een like achter op deze video als je net de tijd hebt. En hoop ik jullie, heb ik al gezegd. Ja, dat is mijn man.